weet dat ik je de meest fantastische vrouw op aarde vind. En dat ik de rest van mijn leven met jou wil delen. Dus... Ik ben Niels. Ik ben Martijn. Ik ben Joost. Welkom bij Gierigasten. De afgelopen 4 jaar hebben de gierige gasten het toppunt van gierigheid meerdere keren bereikt. Gierige gasten. Gierige gasten. Ik ben een hoogwerker. Kijk jij wel een beetje uit hier naar beneden, cirkel? Nu vinden ze het tijd om te testen of de bekende Nederlanders, ondanks alle luxe en faam, ook nog een beetje gierig zijn aangelegd. Oh. In deze serie zullen bekende Nederlanders de beste video's van de gierige gasten proberen na te doen. Ja! Lekker Marty! De deelnemers van deze week, Bo Maarten en Iris Enthoven. Bo Maarten kennen we uiteraard van bioscoopfilms als Wolf en Ron Gozens low-budget stuntman. En maakte laatst haar debuut op YouTube. Iris Enthoven, ooit begonnen bij Excite, waar ze heeft geleerd overal ja op te zeggen. Open YouTube en ja hoor, daar is ze weer. Dames, leuk jullie het aandurven om mee te doen aan Gierigas Vips. Zijn we een beetje klaar voor? Ja. Bo, Iris, jullie kennen elkaar net 5 minuutjes. Klikt het al een beetje? Ja, toch? Ja, denk het. Het ziet er heel ongemakkelijk uit. We gaan het voor jullie nog veel ongemakkelijker maken, want vanavond gaan jullie in Gierigas de Vips elkaar ten huwelijk vragen in een vol restaurant om te kijken wat je daarbij gratis krijgt. Heel veel succes. Ik zou zeggen, pak nog even je telefoon erbij en kijk nog even heel goed hoe wij dat destijds hebben gedaan. De roze strik omheen binden. En dat ga ik vanavond doen. Ik denk dat je wel weet wat ik aan jou ga vragen. Wil je met me trouwen? Ja. Oh ja, zoenen! We moeten wel zoenen. Ja. Ik denk dat zij heel veel bekijks gaan krijgen. Ja. Ik vind Bo heel, heel leuk. We kennen elkaar oprecht pas sinds vandaag. Ik vind de opdracht echt fucking spannend. En heel erg awkward. Ik ben ook wel heel benieuwd wat de thumbnail gaat worden, man. Ja, ik denk dat dat heel lastig wordt. Ja. Misschien van een glaasje champagne? Ja. Misschien... Decolleté? Misschien moeten we nog gewoon zoenend op de thumbnail doen. Misschien is dat ja, wel... Ja, ja, waarschijnlijk hebben heel veel mensen daar ook op geklikt nu. Ja. Hey. Hoi. Hey. Wij hebben een tafel voor 2. Op welke naam? Bo. Ja. Ik heb daar in het midden heb ik een tafeltje klaar voor. Ja? Oké, dankjewel. Wow, dit is een groot restaurant, hoor. Dit is wel 3 keer zo groot als wat wij hadden. Hi. Ja, ik wil wel een wijntje. Een wijnkaart. Dankjewel. Wat ongelukkig. Ik denk dat het grote hier is. Nou, waar hou je van, lieverd? Wat vind je lekker? Ik kan niet nadenken. Nee, het ziet er ook uit. Ja, maar al een paar jaar hoor. Nu? Nee, we zijn heel zacht gemaakt. Ik vond het zijtje van door. Nee, oh, ik ben heel erg benieuwd. Sorry. Oké, we gaan gewoon ook een avond van dingen gaan hebben. Hoe was de dag, liever? Ja, schatje. Leuk. Het is heel leuk. Het is leuk. Heel graag. Goed op werk. Fijn om jou weer te zien. Ik ben zo blij dat ik je weer zie. Bo is actrice, hè? Dus die ja, dit kijk, gewoon... dit is gesneden koek. Dit is gesneden koek voor haar. Ja, ja. Een andere 5 tonnen, prima. Ja, hoe lang kennen we elkaar? Ja, 5 jaar zijn we 5 jaar, ja. Hoe kennen we elkaar? Via de sportschool. Via de swingerparty. Nee, kaffee hoor. Dat is geloofwaardig. Hallo. We willen graag een flesje wit. Ja, we gaan meteen naar de vino. Zou ik ook doen, dat is onze tactiek, heel eerlijk. Ja, zo een beetje alcohol erin gooien. En 3 biertjes af, hè? Ja, sindsdien doen we het elk festival, hè? Ja. beetje alcohol erin en benadelijke tongen. Dat is alles leuker. Ik wil echt atten, eigenlijk. Ik denk dat ik op de zuik moet zetten. Ik kijk zo zenuwachtig naar je ogen. Dit is zo awkward. Ja, ze is heel nerveus. Hoe oud ben jij? Jij? Ik ben 25. Oh, nou. 24, sorry. Ik weet niet meer wat ik ben. Nou, kom op. Wanneer ben je 24? 8 maart 1999.
Hier is het echt slecht. Ik word gaan alles een voetje. Ik vind het ook wel bijzonder. Ook, ze komen wel heel verliefd over. Ja, ik vind Bo speelt het goed. Bo speelt het goed. Ja. Zo makkelijk. Het moment dat we elkaar de hand pakken, is dat we een beetje in elkaar ogen gaan kijken, een beetje kletsen. Ik ben ook helemaal niet te kletsen. Dus. Ik vind het ook heel gek om te doen. Moet je gaan loten? Oh ja. Oh god, nu krijg ik heel erg kibbel. Laten we dus doen als je verliest, dan moet je dus iemand zijn huwelijk vragen. Wil je het even schermen? Ja, is goed. Jij moet mij zijn huwelijk vragen. Bo gaat het vragen. Anders niet houden. Lang? Ja. En niet lang, maar wel, je moet wel helemaal zeggen van... Ja, maar dat is toch van, doe alsof jij het ook een klein beetje wist. Of je zegt van, eigenlijk wacht ik dus Frans in Spanje, maar ik hou niet meer. Volgens mij heb je ook veel door. Ik wil gewoon eigenlijk niet langer wachten, want... Zou je het bedoelen? Ik denk dat ik even naar de wc ga. Ja. Ja? Oh, dus we gaan nog even één keer naar de wc. Ja, ik zie het denken. Heeft zij een speech voorbereid? Nou ja, ze zal wel iets moeten doen. Ze gaat improviseren. Ik krijg het echt spannend. Wat dan? Ik krijg het echt spannend gedaan. Ja, ik hoop het. Ik kan bijna niet meer ademen. Ik zweer het. Ja. Heb je bedacht dat je gaat zeggen? Ja, ongeveer. Maar ik hoop dat ik het ook houd. Ik moet mijn ogen open gaan houden, dat ik ga jokken. Oh mijn god, maar ik moet iedereen stil krijgen. Oké. Ja, ze gaan het doen. Nog kom op. Nog eentje. Okay. Hallo. Lieve Ier. Ja, je weet dat ik in de meest fantastische vrouw op aarde vind. Die koffies. Sorry, ik weet van de zenuwen ook niet meer precies wat ik allemaal wou zeggen. Ik weet alleen dat ik onwijs veel van je hou en dat ik de rest van mijn leven met jou wil delen. Dus... Ja, dit is een stadion. Ja, nog weer kom. Ja. Oh mijn god. Oh, wat is dat allemaal doen, hè? Wat goud dit. Maar, oké, okay, goed gespeeld. Maar de handvraag is nu, wat krijgen ze gratis? Dankjewel, wat lief. Oh. Je weet, ik was ook een hele avond. Ja, maar omdat ik had het zo niet aanzien aankomen. Oh, kijk eens. Wat is dit? Dankjewel, wat lief. Dankjewel. Zie van jullie? Oh, wat lief. Nee! Nee, ze krijgen een fles. Hij laat die hele fles staan. Ik voel me zo'n oplichter. Ik denk dat Martijn en Niels wel teleurgesteld zijn dat ze niet hebben gekomen. Niet hebben? Komt. Oh, maar jij doet het wel een beetje. Oh, echt? Wat gaat dit? Jullie maken Amsterdam net iets bijzonders. Echt? Ja. Wat lief. Dankjewel. Oh, iedereen komt ze even feliciteren. Nee. Ja. Maar dit is... Kut jong om te acteren, want dit moet je maar doorspelen. Je denkt wel alleen maar. 5 jaar. Ik ben helemaal niet getrouwd. Ja, zeker. Wat is dit dan? Oh, echt? Dit is dankjewel. Thanks. Ik ga aandacht trekken zodat we rekening kunnen zien, ja? Ja. Maar niet die meid. Nee, niet die meid. Niet die meid. Niet die meid. Ik wil niet dat de meid in onze tussen onze relatie gaat zitten. Ik zag je al te lang kijken naar zijn vuur. Oké, jongens, dit is het moment van de waarheid. Ja, dit is het. Ja. We gaan de rekening vragen. En dat is goed. Dankjewel. Het moment van de waarheid. We hebben dus een fles champagne gratis gekregen. En die jongen heeft dus ook nog een cello aangeboden. Dus we zijn hoop op. Ik heb zo'n fantastische avond. Ja, ik zou zeggen, laten we die dames maar met pijn in ons hart feliciteren. En dan gaan we lekker naar huis en gaan we lekker scharen met z'n tweeën.
Zullen wij elkaar weer even aflevelen? Ja. Daar staan ze, de dames. Gefeliciteerd! Dankjewel! Oh mijn god, we zijn verloofd! Jullie zijn verloofd, gefeliciteerd! Ja. Oh. Wat leuk! Ah. Jullie stralen helemaal! Ik ben zo blij dat het voorbij is! Snap ik! We zijn vooral blij dat het voorbij is. Maar de score? De score is goed. Ja, we hebben het gezien. 1 gratis fles champagne en nog een gratis champagne. We zijn gewoon echt outplayed. Fucking pijnlijk dit. Ja. Wat hadden jullie ook weer? Ja, laten we het niet op. Weet je wat? We gunnen jullie de outro. Ja. Jullie zijn nu de gierige chickies. Hey, de bal hè? Ja. Later! Nou, waar gaan we heen, schat? Ja, we gaan nog even lekker een avondje stappen. Bedankt voor het kijken, jongens. Duimpjes omhoog. Lekker abonneren. Of niet, of naar beneden hè. Ook of naar beneden. I don't care, it's not my channel. Omhoog. Het boeit me geen reet, niet mijn kanaal. Volg ons. Duimpjes omhoog! Duimpjes omhoog! Omhoog! Doe zelf wel de outro. Doe even een naadje omhoog als je het leuk vond. Kijk ook alle andere afleveringen. Tot volgende week. Okay.